Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Vorig jaar zijn ons deze knallers aangesmeerd, jongens, van Pyro Power. De Reapers. Die schenen het hardste te gaan van alle knallers uit Nederland. We hebben veel meer bij ons, namelijk ook hele oude babypijlen die ze niet meer verkopen. Van Leslie. Maar die vond ik leuk om af te steken. Babypijl knal is dit. Ik weet niet of het met een geel is, maar daar komen we gauw genoeg achter. We hebben ook een Renaultje bij ons. Is niet Nederlands natuurlijk. Maar dan kunnen jullie gewoon even een beetje genieten van een kleine stookshot. Oh, kijk deze dingen dan. Van Zena. Wat is dat dan? Ja, dit zijn een kat 2 fonteinen. Dus die gillen erbij. Dit zijn van die zogenaamde gillers. Ja, die zijn ook wel lachen. We hebben hier een pak megabombs. Ook super harde knallen uit Nederland. Ik bedoel dat heel sarcastisch, hè, voordat jullie zometeen denken dat ik echt bedoel dat ze keihard zijn. Gaan we ook even afsteken. Madoc. Laten we maar beginnen met deze dan, denk ik. Ja, toch? Ja. Ik heb aansteker. Ja, ik heb aansteker. Ja. Kom maar, man. Hier. Even proberen. Kijk hoe gevaarlijk, hè. Het lontje zit er niet eens. Die zit er gewoon in. Nou. Het hardste vuurwerk van Nederland. Ja. Hierbij gepresenteerd. Nog eentje doen? Ja. Moet je kijken, jongens. Je ziet niet eens die lontjes zitten. Nou, we hebben nog Tunnekings, hè? Oh ja, Tunnekings hebben we ook nog een heel aantal van. Maar kijk deze. Je ziet niet eens dat lontje zitten bijna, man. Hoppa. Wat gebeurt er dus met Nederlands vuurwerk? Die pof uit elkaar. Babypijltje doen? Ja, doe maar. Ik vind het eigenlijk zonde om hem open te maken, man. Ja, fok dat, man. Soms moet je wel eens dat openmaken, toch? Open breken. Oh. Laat er een paar vallen. Kijk, en eigenlijk moest je dat, zoals vroeger ook, in een bierflesje zetten. En dan de lucht in. Ja. Maar niemand deed dat. Daarom zijn ze ook verboden geworden, man. Kijk zo. Ja? Ja. Heel oud is dit, man. Ze schieten, hè? Dat is voor mij in ieder geval. Oh. Huh? Yep. Nee, ik wil minimaal een jaartje of 4 oud of zo, toch? Nee, deze gaat wel. Zo. Ja hoor. Oh. Dat is wel leuk. Even een Renaultje, jongens. Dat noemen we eigenlijk nog steeds Reno, maar het is een Artis. Plat, even die flappen uitslaan. Ja, kom weer. Yep. Waar is het op lontje eigenlijk? Oh, hier. Mooi ding, man. Haters zouden zeggen, doe het in het donker. Nog een tunnekintje. Ze kunnen elkaar wegschieten. Mooie knallen. Ziek. En ze steken elkaar aan, hè? Door. Hier. Reaper. Knalletje. Ongelooflijk, wat een knallen komen hier vanaf. Zo! Wow! Wow! Die gaan hard. Niet normaal gek. Hekse kringetje zo dan maar denken. Oh, oh. Ze knallen wel echt harder, man, dan deze. Ja. Dat is één ding wat zeker is.
om het gewoon even wel aan jullie... Kijk, ik weet, jongens, dit stelt niks voor. Dit zijn echte rotjes. Maar ik zal jullie laten zien... Oh, het begint te regenen. Dat het verschil er echt wel in steekt. Eerst deze. Ja, nee, dat is wel weer waar, man. Hier. Echt een verschil, man. Ja, dat is waar. Dat is wel waar. Ja, ik zeg hexaking. Of niet. De nieuwe van Zena. Stoken. Let op. Oh, shit. Dat is kat 2, hè? Door die geel. Serieus? Een loefhaila. Eindbom. Wow! Lekker. Bombitte. Dat was dus een Nederlandse vlinder, jongens. Oud rotje, of een nieuw rotje. Normale. Leuk hoor. En nu die Reaper dus. Vlinderbom. Die vlinder uit Nederland. En dan een bombette. Lachen. Ja toch? Wat nu? Goede knal, man. Uit die meddokjes. Maar die hebben jullie natuurlijk al kunnen zien. Deze hebben we ook. Meddok. Die hebben we net gedaan. Meddokje. Meddok. Red Bastard. Red Bastard. Van Jordi. Maar hetzelfde. Ja. En de laatste. Dit is de Thunderking van Catan. Thunderking van Catan. Met titanium, man. Het beste. Ja, die was het best. Was wel lachen. Bam. Lachen. Dat is lekker. Boom. Bettes. Nou. Geweldige knallers. Lekker. Nederlandse vlinders, jongens. Maak deze bij de Intratuin vandaan, man. Klopt. Die verkopen ze volgens mij alleen maar bij de Intratuin zelfs. Piro Power, ja. Stoken. Zo, die ging wel harder. Ja, het zat beter dicht, denk ik. Ja, op zich niet hele slechte dingen, man. Maar je weet voor toch, een Nederlands begrip. Voor Nederlandse begrip is die inderdaad niet slecht. Maar wel reet het duur voor mij. Het zijn muggenscheetjes. Lekker. Ik wil er nog een paar. Was dat? Oh ja, Reaper. En dit zijn niet eens de meest neppe vlinders die je hebt in Nederland, hè? Schiet gewoon tegen mijn poot aan. Dit is wat we zien, jongens. Als je goed kijkt, hè, het schiet overal op, hè? Naar elke kant. Hij ging nog aan, hè? Gooi ze weer daaronder dat bruggetje of zo. Leuk pinnenkindje. Wel filmen. Ik ben echt bang dat ik bijna van dit ding af. Het zijn goede knallers, man. Die van hier, zet hem hier. Gaat hè? Lekker, man. En die gaan lijp.
Dit is weer de... Ja, deze van Zena. Dus die Zena Fountain. Whistle Fountain of zoiets. Even snel, want er kwamen mensen. Ja. Deze is wel goed hoor. Ja. Niks mis mee. Ja. Holy shit.